De worstkoning die hier op de markt in Almere staat, heeft problemen met de churroskraam die daar staat. Volgens eigenaar André Keizer is de zoete snack concurrentie voor hem. En daarom is hij boos op de gemeente Almere omdat hij een vergunning heeft verleend voor de churroskraam. Beide partijen willen niet voor camera reageren. De problemen tussen de twee marktkramen spelen al een tijdje. De worstkoning ging eerder al naar de rechtbank en is daarna in hoger beroep gegaan. Die zaak diende afgelopen week. Die rechtszaken gaan over het feit dat de worstkoning zegt inspraak te willen in het uitgeven van de vergunning van de gemeente. De rechtbank oordeelde vorig jaar al dat hij geen belang heeft hierbij, omdat ze allebei ander eten verkopen. De worstkoning is het hier niet mee eens. De uitspraak in de hoger beroepszaak komt over een paar weken. Tot die tijd blijft de situatie zoals die nu is.